Ga je iets vertellen over violen? Ja, dat is toch waanzinnig mooi. Moet je nou gewoon eens even kijken. Hoe mooi kan de natuur zijn, hè? Dat is toch waanzinnig. Ik vind dit persoonlijk fantastisch. Maar ja, je hebt ook violen. Die zijn simpeler. Qua kleur, uniform. Ook mooi, ook mooi. Ook mooi. Kan je ook heel leuk mee spelen, hè? Want stel je voor, je hebt bijvoorbeeld witte potten. Alleen met wit. Waanzinnig mooi. Of juist gitzwarte potten en dan dit als contrast. Daar kan je mooi een beetje mee spelen. Nou, violen kunnen echt maandenlang doorbloeien. Je koopt ze al bijvoorbeeld in augustus, september. Hè? Dan gaan ze de hele winter door. Krijg je dan wat vorst? Dan zullen ze wel wat plat gaan liggen. Maar vervolgens gaat het weer door je. Komen ze weer overeind. Bloeien ze weer verder. De viola cornuta, dat is die kleinbloemige. Die is net ietsje sterker dan die grootbloemige, maar heel groot verschil is het niet. Dus je kunt ze in het najaar kopen en in potten zetten, dan gaan ze de hele winter door. En in het voorjaar, wow, dat gaat maar verder. Zeker in het voorjaar, in de potten, nou, dan groeien ze natuurlijk ook heel erg snel uit. Ze bloeien uiteindelijk tot ongeveer juni. Nou, dan zie je dat het hele hoge planten zijn geworden. Nou ja, dan meestal haal je ze eruit en gooi je ze weg. Maar als je nou eens iedere keer, als die bloemen zijn uitgebloeid, die eruit plukt, dan gaat alle energie naar die knoppen die erin zitten. En dan haal je hem ten eerste ook wat compacter en ten tweede kan hij wel doorbloeien tot augustus. En dan zit je dus wel bijna, kan je een heel jaar rond zitten. Als je in augustus koopt, kan hij wel tot augustus door. Doe je het in het voorjaar, kan hij ook tot augustus door. Maar dan moet je wel frequent die oude bloemjes een beetje uithalen. Als je ze in bakken zet, en of je ze nou in de tuin zet, maakt eigenlijk niet uit. Zet hem nou niet in de volle zon, hè. Daar houden ze nou net niet van. Beetje half schaduw, zelfs in de schaduw, kan ook prima. Alleen krijgt hij bijna geen licht, dan zie je dat hij wat meer open van structuren wordt. Wat meer een plant waar je wat meer doorheen kijkt, maakt ook ietsje minder bloemen dan. Wel regelmatig water geven. Ik bedoel, je gaat het hele voorjaar door, dus hou ze in de gaten. En af en toe wat voeding, hè. Want het is, als je als plant continu dit moet doen, dan snap je dat dat voedingsstoffen nodig heeft. Dus wat biologische meststoffen erbij, nou ja, dan gaat het echt fantastisch. En violen laten ze ook prachtig combineren met bijvoorbeeld bolletjes of pot, vaste planten en zelfs eenjarige. Viooltje, echt een toppertje voor weinig geld eerlijk gezegd. Wat was het nou met die liefde? Oh ja, de viool, ja dat is echt zo. De viool staat van oudsher bekend als symbool voor de liefde. Dus ja, wat is er nou leuker om gewoon een treetje liefde mee te nemen? Wie wil dat niet?